Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van FCM en TV met vandaag een terugblik op de wedstrijd tegen Almere City FC. Is de hoofdsponsor van FCM een oude bekende? Heeft FCM de technische staf voor volgend seizoen compleet? En is Omar Kavak de nieuwe deelnemer in FCM en TV Latje Trap? FC Emmen speelde tegen Almere City met 0-0 gelijk. In een wedstrijd met weinig hoogtepunten was een doelpuntloos gelijkspel misschien wel het hoogst haalbare. Ja, ik voelde in de wedstrijd gewoon dat, dat de grote kansen uitbleven. En de mogelijkheden, hopen op mogelijkheden tot kansen. Ja, en er waren een paar halve in de allerlaatste seconde misschien nog wel de grootste. En dat was voor Marcel Sijp, die in een halve omhaal probeert op de goal te schieten. Die had meer tijd dan hij dacht. En als hij meer tijd had genomen, dan had er misschien wat meer in gezeten. Maar dan had hij niet kunnen weten dat hij zoveel tijd had. Maar dat was ook het enige. En voor de rest vond ik het inderdaad wat vlak. Ja, dat zijn lastige wedstrijden, weinig hoogtepunten. En dan moet je zorgen dat je de nul houdt, dat je hem sowieso niet verliest. En hopen dat er nog een momentje komt waardoor je een goal kan maken. Die komt nog in de allerlaatste seconde met Sijp. En dan is het jammer dat hij dan niet erin gaat. Nee, dat klopt. Als ik zo terugdenk, dan hij viel ineens voor mijn voeten. En ik dacht eigenlijk dat de keeper eigenlijk al wat ver weg in de andere hoek zat. Dus in plaats van dat ik hem vol overhaal, ging ik iets voor geplaatst gehad. Wel met de volley, maar had ik hem schrik om eigenlijk gewoon te zacht binnen. En dan kon hij best wel makkelijk redden volgens mij. Dus dat was jammer. Ja, vlak voor tijd. Ik had het idee dat je dacht dat je niet zoveel tijd had. Terwijl je dat achteraf gezien misschien wel meer tijd had dan dat je had gedacht. Nee, dat klopt. In ieder geval, die bal die komt daar en wordt verlengd door een van hun. En dan vliegt de lucht in. Ik had het idee dat er iemand aankwam. Dus ik had het idee dat ik hem, omdat ik al half in de halve omhaal zat, had ik het idee dat ik hem heel hoog moest pakken. Anders dan werd het een gevaarlijk spel. Dus ja, en dan hoor ik achteraf dat ik net iets meer tijd heb. Dus dat is wel jammer. Van, ik stond echt, nou, ik denk 2-3 meter van de goal. Ik heb hier nog nooit gezien dat hier op een goede wedstrijd wordt gespeeld op van niveau. Dat je elkaar lekker kan inspelen. Dit kunstgras is zo plat als een dubbeltje en er is beton. Daar kan waarschijnlijk Almere niks aan doen, maar de gemeente wel. Maar daar is gewoon heel moeilijk voetballen. Dus dit is net zoals een slecht grasveld. Ga om met de omstandigheden die er zijn. En zorg in ieder geval dat je de nul houdt en dat wij er vandoor kunnen gaan met een goal. Nou, dat bleef dus gewoon uit. Ja, je creëert heel weinig kansen, maar opties heb je wel een overwicht. Er hoeft maar net de bal goed te vallen, maar die viel vandaag niet goed. Nee, maar we hadden inderdaad vooral de tweede helft, waren we natuurlijk alleen maar vaak op hun helft aan het spelen. En dan waren we wat slordig en als we wilden gaan combineren of een spits in wilden spelen om bij te sluiten, dan zat er net een pootje ertussen van een Almere speler. En dat was het enige wapenfeit waar zij op reageerden. Heel snel pakten we weer de bal af en gingen weer over tot... komen tot een mogelijkheid, een kans, een aanval. En daar waren hele slordige momenten. Nou ja, ik vond dat wij in de eerste helft gevaarlijker waren. Wat mogelijkheden uit standaard situaties. Met een bal die geloof ik Kas kopt, waar Sijp hem eigenlijk zo binnen kan koppen. En daar lagen wel mogelijkheden. Nou, dan moesten we gewoon alleen uitkijken voor de counter. En dat we gewoon wel de organisatie gewoon vasthielden. Dat, nou ja, dat ze sowieso drie plus één middenvelden erbij houden. En dat we dan hopen op onze kansje, maar dat we de nul wel achterin moesten houden. Want dit een hele belangrijke wedstrijd was die we niet mochten verliezen. Ik denk dat we iets minder open huis hebben gespeeld. En net iets zakelijker. En dat kon je denk ik terugzien. En misschien dwing je daardoor zelf ook iets minder kansen af. En dat krijg je er ook voor terug. Maar ik denk toch wel dat wij misschien ietsje meer recht hadden op 3 puntjes. Hè, maar nou, wat ik zei, ik denk dat we goed gespeeld hebben. Dus uiteindelijk moet je minpunt blij zijn, denk ik. Nou, dat dit gras in Emmen ligt er is net nieuw volgens mij. En dit ligt er al een aantal jaren. En dat merk je. Ja, minder demping, is een heel hard veld. En dat merk je gewoon in de kwaliteit van het spel. Dat heeft met het gras te maken. Want je zag het aan beide kanten. Dat je krijgt die poten gewoon weg niet goed onder. Je zag dan bijna alle vrije ballen te laag kwamen. Corners slecht werden geschoten. Ja, dat wijd ik allemaal aan dit ondergrond. Dus met de pijntjes in de ploeg, want maandag is er natuurlijk alweer een belangrijke wedstrijd. Kun je daar al wat over zeggen? Nee, want we hebben niet hoeven wisselen om een blessure. Ik denk wel dat er even goed hersteld moet worden, maar dat geldt ook voor Eindhoven maandag. Kijk, we hebben de nul gehouden en bijna weggegeven. En nou, we hebben maandag weer een wedstrijd. Het is alleen jammer dat alle concurrenten wel gewonnen hebben. Ja, dan moet je maandag maar weer omdraaien. Zo is dat.
Ja, dat is een ploeg die het heel goed doet. He, die denk ik na het verlies van Roda tegen Os, jammerlijk genoeg, stevig op de tweede plek staat. Dus ja, we zullen het zien. We zullen flink aan de bak moeten, want Eindhoven is één van de betere. De één na beste ploeg van de Jupiler League. Dus het wordt heel hard werken. Mooie uitdaging. Absoluut. Dat is ook weer zo, want je moet aanhaken en blijven. Daarom ben ik ook nog wel blij met een punt. Maar dan moet je maandag wel gaan drieplussen. Want alle concurrenten winnen. Ach ja, nou ja, ik bedoel, kijk, als verdediger, dan gaat de nul houden. Dus, maar nou, ik zei dat we kijken van wedstrijd tot wedstrijd. En we moeten nu maandag alweer, dus misschien zijn er ook wel kleine pijntjes. Hè? Hoe is met de oude spieren? Ja, dat droom. Dus die hebben iets langer herstel nodig. Ja. Vorige week konden wij u al melden dat FCM een nieuwe hoofdsponsor heeft gevonden voor volgend seizoen. Afgelopen week werd deze sponsor gepresenteerd. Q&S. Joost Kwispel en Manfred Spekke, twee ex-voetballers van FC Emmen, hebben een geweldig mooi bedrijf in Meppen, hier vlak over de grens. Onder andere ook bekend van de Blokhutten, maar nog veel en veel meer. En ja, we gaan volgend jaar met hun als hoofdsponsor en ook op het shirt gaan we de competitie in. De presentatie vindt plaats bij de nieuwe sponsor in het Duitse Meppen. En zoals Wim Beekman al aangaf, zijn de eigenaars Manfred Spekke en Joost Kwispel twee oud-voetballers van FC Emmen. En hierdoor waren de contacten snel gelegd en verliepen de onderhandelingen voorspoedig. Nou, dat is geen lang verhaal. Wij, Wim Beekman en Henk IJzing hebben ons benaderd om weer te gaan sponsoren bij Emmen. En de jongens hadden een heel goed verhaal. En nou goed, ik zelf ben oud-speler van Emmen. Ook mijn collega Manfred is oud-speler van Emmen. Sinds de Effies heb ik bij Emmen gevoetbald. En zodoende hebben we natuurlijk een heel warm gevoel bij Emmen. Emmen is mijn club. Dus wat dat betreft zijn we heel graag bereid om ons steentje aan Emmen bij te dragen. Ja, wanneer zijn de contacten omtrent deze sponsoring eigenlijk ontstaan? Begin januari hebben we de eerste gesprekken gevoerd. En ja, Manfred en ik hadden direct eigenlijk een heel goed gevoel erbij. En de afgelopen aantal weken zijn de dingen afgerond. Ja, dat klopt. Manfred en Joost, de beide eigenaren, Manfred Spekke en Joost Kwispel, waren in mijn eerste periode sponsor van FCM. En zijn daarna wat afgehaakt. En zijn langzamerhand enorm enthousiast geworden hoe we de organisatie aan het bouwen zijn, hoe het imago momenteel een stuk uitstraling heeft, ook hoe het voetbal goed meekomt. We zijn toch voetbalmannen, hebben Emma altijd een heel warm hart toegedragen. Ja, en zien ze gewoon, ze zijn een consumentenorganisatie, en zien gewoon dat ze door middel van het hoofdsponsorschap van de FC Emmen ja, hun zaak een nog verdere boost kunnen geven. Kwispel en Spekke hebben dus een voetbalverleden bij FC Emmen. Maar in hoeverre volgen ze nog de huidige prestaties van de plaatselijke FC? Ja, nou goed, wat ik zeg. Ik heb daar natuurlijk vanaf mijn zesde tot aan mijn 23e, 24e gespeeld. Dus ja, het is gewoon mijn club. En voor Manfred geldt, die heeft eigenlijk als klein jongetje Emmen altijd op de voet gevolgd. Zijn vader is ook oud voetballer, dus die heeft ook altijd Emmen een warm hart toegedragen. Zodoende ja, zijn we blij dat we ons nu kunnen presenteren als hoofdsponsor van Emmen. En dan wordt het tijd om het nieuwe shirt, in dit geval het uitshirt van FC Emmen, te presenteren. Chauffeur Roland Bergkamp draagt nog het huidige shirt, terwijl Cas Peters het nieuwe shirt toont. Maar wat wil Kwispel eigenlijk bereiken met het hoofdsponsorschap van FC Emmen? Nou, we zijn eigenlijk marktleider op het gebied van tuinspullen. Vooral de hardware van de tuin. We verkopen geen planten en vissen, maar vooral de harde materialen zoals bestrating, tuinhuisjes, veranda's, blokhutten. Luxe houtbouw, eigenlijk alles voor de tuin behalve het groen. Ja, nu zijn jullie in het noorden al wel een begrip, maar begrijp ik hieruit dat jullie ook verder in Nederland jullie willen ontplooien? Ja, zonder meer. In het noorden zijn we al echt een begrip. Alleen wij denken door deze sponsoring met FC Emmen en de mooie naam van Q&S op het shirt van Emmen, proberen wij echt landelijke bekendheid te krijgen en nog verdere stappen te maken binnen Nederland. En FC Emmen presenteerde onlangs de nieuwe trainers, Marcel Keizer en René Grummel. En ook zij hebben een verleden bij FC Emmen. En dat vindt Kwispel een mooie ontwikkeling. Ja, dat doet mij heel erg goed. Ik beval de twee nieuwe trainers natuurlijk, oudspelers. Nou, Manfred en ik en oudspelers. Zo zie je steeds meer oud-Emmenaren terugkomen. En dat is natuurlijk voor de club super. Ik had er vrijdag ook wel even met Wim Beekman over. Nou ligt in de voorbereiding een oefenwedstrijd tussen SV Meppen en Emmen voor de hand, of niet? Dat denk ik inderdaad wel. Wij, Manfred en ik, zijn hier ook sponsor bij Meppen. En ja goed, we hebben natuurlijk ook wel wat met Meppen omdat we hier in Duitsland zitten. Dus ja, lijkt me een goed initiatief. En dan natuurlijk het belangrijkste moment van de middag. De ondertekening van het contract. Maar wat is eigenlijk de looptijd van deze overeenkomst? In eerste instantie voor één jaar.
Maar goed, we hebben wel de intentie om het een langere periode te doen. Alleen in eerste instantie hebben we voor één jaar tot een akkoord gekomen. En als ook alle vragen van de lokale pers zijn beantwoord, zit de presentatie erop en weet FC Emmen zich in maart al verzekerd van een nieuwe hoofdsponsor. Want welke betaald voetbalclub kan op 6 maart is het vandaag zeggen van dat ze een nieuwe hoofdsponsor een nieuw seizoen hebben. Daar waar we zelfs rond 1 februari de afspraken al helemaal definitief gemaakt hebben. En daar zijn we beren trots op. FC Emmen heeft Gert Heerkens voor de komende 2 seizoenen vastgelegd. En met het aantrekken van de 49-jarige Hardenberger heeft FC Emmen de technische staf voor de eerste selectie compleet. Heerkens zal als eerste assistent fungeren bij het eerste elftal waar hij samen met René Grummel hoofdtrainer Marcel Keizer bijstaat. En Heerkens zal tevens de functie van hoofd jeugdopleiding, technisch, en het trainerschap van de A1 in gaan vullen. Heerkens was in het verleden onder meer trainer bij Heracles, Willem II en Sportclub Veendam. En nog meer goed nieuws is er te melden, want Roby Sportswear is vanaf het seizoen 2015-2016 de nieuwe kledingleverancier van FC Emmen. De overeenkomst met het kledingmerk heeft een totale duur van 4 seizoenen. De kledingleverancier volgt daarmee Masita op, dat de afgelopen seizoenen als kledingsponsor aan FC Emmen verbonden was. In samenwerking met FC Emmen heeft Roby Sportswear de complete outfit voor de club ontworpen. Van wedstrijdkleding tot presentatiepakketten. En vanaf het komend seizoen spelen naast de eerste selectie ook alle jeugdteams in de kledinglijn van de nieuwe kledingsponsor. Tijdens de presentatie van de nieuwe hoofdsponsor kon het nieuwe uitshirt voor volgend seizoen al worden gepresenteerd. En aan het einde van deze uitzending natuurlijk weer een nieuwe FC Emmen TV Latje Trap. U weet het, zo langzamerhand alle spelers van Emmen krijgen 2 pogingen, 2 keer vanaf 11 meter. 1 punt per keer dat je de lat raakt, vanaf 16 meter is het 3 punten. En vanaf 18 meter zelfs 5 punten per keer. Maximaal te behalen 18 punten. En dit is de nieuwe top 3 op gedeelde 2e plaats. Hij stond wekenlang alleen bovenaan. Elson Almeida met 8 punten. Maar hij werd achterhaald door Alexander Banning. Ook hij heeft 8 punten. En sinds vorige week een nieuwe leider, Wesley de Ruiter. Hij behaalde maar liefst 9 punten en gaat daarmee aan de leiding. En op gedeelde 4e plaats zien we de heren Peters, Mannes, El Mali en Lahmoudchi. En eens kijken of de nieuwe deelnemer de leider kan achterhalen. En dit is Omar Kavak. Hij is verdediger, alhoewel op meerdere posities inzetbaar. Is 26 jaar en speelde vorig seizoen nog in het shirt van Go Ahead Eagles. En ja, vorige week dus Wesley de Ruiter. Dat maakt misschien wel indruk en maakt Kavak misschien wel nerveus. Maar een klein beetje. Ik denk dat ik een goede kans heb om, om op de eerste plek te komen. Heb je nog iets speciale dingen gedaan hiervoor? Een beetje oefenen. Iedere dag? Nee, niet iedere dag. Gisteren even nog geoefend, dus... Ik ga ervan uit dat ik Wesley van de troon af ga stoten. Heb je nog een speciale tactiek bedacht? Dat niet. Dan neem me recht vooruit en vol erop. Gewoon ervoor gaan. Hoeveel punten? 10. 10? Daar ga ik. We gaan het zien. Is goed. Ambitieus, 10 punten. Nou, we gaan het zien. De eerste poging vanaf 11 meter. Nou, dat ziet er niet slecht uit. Dat scheelt maar heel erg weinig. En dan de tweede poging vanaf 11 meter. Nou, die is er nog dichterbij. Maar ik zeg het bijna iedere week. Net mis is ook mis. En dus nog steeds op 0 punten. Dan 16 meter. Eerste poging. En weer scheelt het niet veel. Jongen, wat is Kavak steeds dichtbij. Dan weer een poging. En ook dit scheelt heel weinig. Laten we nog eens even kijken in de herhaling. Want ja, je denkt dat hij er volop is. Maar hij mist maar net. Wat jammer. Maar dus nog steeds op 0 punten. En dan 5 punten te behalen. Vanaf 18 meter. Eerste poging. Nee, de 10 punten gaat hij niet meer redden. Dan de laatste poging. Kan het dan nog? Ja, in ieder geval is die hatelijke 0 van het scorebord. En dat verdient hij ook wel, want dat was hij er telkens dichtbij. Maar dit is een prachtige treffer. En dat brengt hem in het tussenklassement op een gedeelde 8e positie. Maar bovenaan nog steeds de Ruiter. En oi, 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 wat was Kavak steeds dichtbij. Ja, dat klopt. Ik denk dat ik even warm moest draaien. Ja, maar dat is het, hè. Want je zat er wel steeds dichtbij in de buurt. En ja, dan die laatste. In ieder geval geen 0. Nee, het scheelde echt centimeters. Maar ja, ik denk dat Wesley verdient op nummer 1 staat. Maar 5 punten, toch netjes. Ja, dat is beter dan een heleboel andere collega's van je. Dat denk ik ook. Ik ga het maar even inpeperen. Goed zo, dankjewel.
En dan is volgende week Henk Bos aan de beurt. Kan hij dan voor een verrassing zorgen? En FC Emmen speelt vanavond op maandag 16 maart een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. De wedstrijd in de Jens-vesting begint om 8 uur. Reacties en interviews kunt u vanavond ook al zien op fcemmen.nl of via @fcemmentv op Twitter of via de Facebookpagina van FC Emmen. En dit was weer FC Emmen TV voor deze week. Volgende week maandag 23 maart zijn we weer terug. En dan uiteraard de reacties van de wedstrijd van FC Emmen van komende vrijdag uit bij RKC Waalwijk. En natuurlijk nog veel meer. Ik dank u voor het kijken en graag tot volgende week.